vroeger heb ik een begonnen bij de DEVA vakschool. Die zat destijds nog aan de haven Noordzijde. En daarbij ben ik begonnen met eten leren bij de heer Reuvenkamp. Ja, dat was natuurlijk het leukste vak natuurlijk. Daar, was nog, daar waren toen nog geen computers en geen beeldschermen. En nou ja, dat kon je allemaal nog niet op de computer. Dus ik heb nog letters leren schilderen met de kwast. En toen leerden we lettertekenen van de heer Reuvenkamp. En eigenlijk was het wel leuk om die poses te maken voor etalages en voor winkels en om dat te leren. Maar het leuke was natuurlijk de etalages zelf inrichten. En dat was de DEVA vakschool. Dus toen probeerde ik over te switchen van de detailhandelschool naar de DEVA vakschool. En dat kon toen omdat het samen was gegaan met EST, dacht ik, Educatief Centrum Twente, zoiets. En daar zat de DEVA bij in. En daar mocht ik een half jaar voordat de lessen begonnen, mocht ik bij Tim Rutgers in de klas naar een soort map maken om me aan te melden voor de DEVA. Zoiets. Dus dat heb ik met heel veel plezier bij hem in de klas mogen doen. Ja, ze zagen toch wel dat er iets in zat dat ik er dan zelf misschien niet in zag. Maar ja. En ik heb 2 jaar DEVA gedaan, 83, 85, zoiets, 1985. En toen, ja, toen moest het toch doorgestroomd worden naar de kunstacademie, vond ik. Ik ben aangemeld in Arnhem en aangemeld in Enschede. Maar toen ik naar de academie ging om te kijken, was Enschede toch wel de leukste school. De meeste vrijheid en de meeste zelfontwikkeling ofzo. En ik ben toch niet iemand die zich erg laat sturen of lessen nodig heeft. Dus dat vond ik wel een hele prettige school. Dus dat heb ik van 85 tot 91 gedaan. Nou ja, hier lopen we dus nu in de Graafallee. Ja, het mooiste plekje van Almelo, dat zie je wel. En het mooiste hiervan is natuurlijk dat je elk seizoen en elk uur van de dag, 's morgens is het natuurlijk anders dan 's avonds, het licht anders ziet. Je ziet hier de schaduw van de bomen. En dat zijn natuurlijk prachtige vlekken om dat te gebruiken in je werk. Wild en onkruid, ook dat heeft zijn charmes. Want onkruid heb ik eigenlijk nooit begrepen wat een on is aan kruid. Maar ik zit hier wel eens aan het water te tekenen. En vooral die spiegeling van die bomen in dat water. Ja, en je zit hier natuurlijk prachtig rustig, hè? Want dat zie je natuurlijk wel. Als je zelf je kop houdt en dan hier gewoon gaat zitten. En niet gestoord wordt door buren of mensen die langslopen, die dan toch nog een vraagje stellen. En ook dat geluid van die vogel, dat gebruik je dan toch in je tekening als een soort kras. Dus dat gaat toch wel eens door de bomen heen. Mensen vragen wel eens, zijn dat dan takken of zijn dat dan bladeren? Maar dat is dan gewoon het geluid van de vogel. Ja, iedereen kent de geschiedenis. Dat zijn natuurlijk de oude huisjes van de bejaarde personeel van de Graaf. Die hebben hier altijd gewoond. En in de jaren 70 omgebouwd tot ateliers voor kunstenaars. Dus het hele rijtje zijn allemaal kunstenaars. En ik mag daar ook een atelier hebben. Dit is echt zo'n schetsje die je dan maakt waar je dan af moet blijven. Ik weet niet of je het verschil ziet op de camera, maar die hier heb ik nog ingetekend. En deze is dan weer zo leuk dat die af is. En waarom is die dan af en die niet? Ja, dat vind ik dan weer een moeilijke vraag. Nou, dan moet je die vraag maar gewoon niet stellen. Nou, ik ben erg blij met dit. Het is lekker, lekker los en lekker. Dus ik ben hier gewoon lekker een paar avonden lekker losgegaan met zwart-wit en grijs en één tint. Dus ook de beperking van één kleur verf te gebruiken. Geef je jezelf een soort opdracht om daar toch mee te dealen. Nou, dan kom je hier op een schilderij en dan heb ik 2 kleuren. Dus ik loop mezelf gelijk weer tegen. Maar dat heeft dan net met die vrijheid te maken van, ja, hoezo moet ik aan mijn eigen opdracht houden? Die vrijheid om te kunnen zeggen van, dat schilderij schreeuwt nog een beetje oranje, ik zeg maar wat, dan mag dat. Ik
heb net een tijdje op de Schelling gezeten, 4 weken. En daar heb ik heel veel schetsen gemaakt, hele pakken. En ik ben daar een beetje schelpen aan het schilderen geweest. Wel, ik heb wel wat werk afgemaakt. En dan kom je terug en dan moet je met al die schetsen, moet je wat. Dus ik ben die wel aan het uitzoeken geweest. En het grappige was dat je dat dan toch op een soort kleur legt of zo. Blauw bij blauw en geel bij geel, maar zoiets. En ik heb nu voor het eerst ook een schetsje uitvergroot tot A3. En ik ben in die schets, omdat het een schets is, ben ik daarin door gaan werken. Dus daar hangen er nu 5, die zijn nu af. En wat mij zelf heel erg opviel, is dat ze vrij donker zijn. En het is toch zomer, dus om dat licht er weer in te krijgen, ben ik nu veel meer licht aan het werken. Dat is eigenlijk sinds 2 weken. En het grappige is dat het dan elk seizoen en elke keer als je bezig gaat van wat ga ik eigenlijk maken en waarmee. En elke keer vind ik het een hele leuke uitdaging om dat dan ook maar los te laten. En ene keer doe je iets met olieverf en dan doe je ze weer met krijt. Ja, en dan is het dat dan toch niet en dan pak je dan toch maar weer een potlood of een Siberisch krijt of wat zwarts. Of de, ja, vooral dat prutselen en dat onderzoeken en dat zoeken naar wat is het juiste materiaal of het juiste effect met het materiaal. Ja, dat vind ik eigenlijk het leukste van het hele kunstenaarschap. Om dat te zoeken, om dat proces in te gaan. Daarom zeg ik ook, het is eigenlijk jammer als het kunstwerk af is, want dan is dat klaar.